Hey, super, super, super. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En fantastisch dat je weer luistert. Ja, en ik realiseer me gewoon dat het bijna 2 maanden geleden is dat ik een podcast heb opgenomen. En ja, zo gaat dat in het ondernemerschap, in het leven. Je moet keuzes maken. Maar ik ben super blij dat ik weer de tijd en de ruimte kan nemen om superleuke podcast en inspirerende podcast voor je op te nemen. En jou te inspireren om het maximale uit jezelf, uit je werk, uit je business, uit je leven te halen. Ja, want de reden dat ik al eventjes geen podcast meer heb opgenomen is omdat ik met hele leuke nieuwe dingen bezig ben geweest in mijn ondernemerschap. En succesvol ondernemen doe je door de juiste focus aan te brengen. En daar ben ik altijd heel scherp op. Maar dat wil zeggen dat ik soms dus ook andere dingen moet laten die ik wel heel leuk vind. Maar ja, dat zit er dan gewoon even niet in. Nou, ik wil je ook veel meer mee gaan nemen in mijn ondernemersreis. In hoe ik me daarbij voel, wat er bij mij speelt, de dingen die ik leer. Om jou zoveel mogelijk te inspireren van hey, om jouw volle potentie echt naar boven te gaan halen. Want je kunt zoveel in het leven. Vaak denken we dat wij ja, maar beperkte mogelijkheden hebben om iets te bereiken. Hè, onze mind is heel sterk, heel krachtig en die is gefocust op tekort aan negativiteit. En die houdt ons klein. En gisteren had ik nog een live dag met een groep. En ik weet nog dat een van de deelnemers zei tegen mij van goh, ze stuurde mij voor de live dag stuurde ze mij een berichtje dat ze mijn documentaire aan het luisteren was en dat de tranen over haar wangen liepen omdat ze zich realiseerde dat ze nu pas voor zichzelf ging kiezen en ze heeft onlangs haar 50ste verjaardag gevierd. Ja, en dat ontroerde me echt. En dat deed me ook herinneren aan mijn eigen reis. Want ik ben nu 16 jaar ondernemer. Ja, zo oud als de oudste is. Onze oudste is er nu inmiddels 16. En 8 jaar zit ik nu in het online ondernemerschap. Ja, ruim 8 jaar. En daarvoor had ik andere zorgbedrijven. Nou, en ik weet nog dat ik op het punt stond van dat online ondernemerschap. En dat dat ook voor mij het punt was om echt voor mezelf te kiezen. Voor een bedrijf op te zetten wat ik echt wilde, wat echt volledig van mij was. Om daarin keuzes te maken die echt bij mij pasten. Om te gaan werken met klanten waar ik super blij van werd. Om de werkzaamheden te gaan doen waar ik super blij van werd. Maar ook buiten dat, een hobby. Ik ben gaan paardrijden toen, dus ik was toen 37. Dus op latere leeftijd ben ik begonnen. Inmiddels heb ik nu 3 jaar een eigen paard. Maar die reis daarnaartoe van het jezelf toestaan om iets voor jezelf te gaan doen, terwijl je jaren voor iedereen hebt gezorgd. Nou goed, lang verhaal kort. Die klant was dus enorm ontroerd en zo blij dat ze nu haar eigen online bedrijf ging opbouwen. Omdat ze nu eindelijk de keuze maakt, hey, wat wil ik? En dat ja, gaf ze gisteren nog aan in de live dag van ja, dat is best wel lastig en dat klopt. Ik ben daar zelf ook doorheen gegaan. We zijn zo gewend om in een wereld te leven waarin alles gewoon gaat zoals het gaat. En daarbij hebben we ja, een bepaalde gewoonte aangeleerd om maar met die stroom mee te gaan. En te doen wat iedereen verlangt om diploma's te halen, want dan ben je tot ergens toe in staat om carrière te maken, want dan heb je iets bereikt. Om, nou ja, al die dingen, al die normerende dingen, en dat is, als we gaan kijken in onze maatschappij, is ontzettend normerend. Het schoolsysteem, in je werk, dingen presteren, en daar is niks mis mee. Laten we dat voorop stellen. Maar het gaat wel om de manier waarop. Waardoor, door die normering, als wij niet volgens bepaalde normen dingen bereiken, dan wordt er eigenlijk aangegeven, je bent niet goed genoeg. Een van de ergste pijnen van mensen is er niet goed genoeg zijn. Er niet toe doen. Dus
Ja, ik heb vorige week vrijdag had ik een afscheidsetentje met Aart. Daar heb ik heel lang mee samengewerkt. En ik heb van hem heel veel geleerd over waarderende communicatie. En we hebben die avond, we waren naar een Afghaans restaurant gegaan. Superleuk, weer eens totaal anders. Heerlijk gegeten. En die avond hebben we een heel inspirerend gesprek gehad samen over het schoolsysteem, over hoe, nou, hij kan het zo mooi vertellen over de politiek, over ons hele maatschappij, hoe die in elkaar zit qua normering. En Aart vind ik zelf een hele inspirerende man. Hij is van oorsprong arbeids- en organisatiepsycholoog. Een hele intelligente man. En hij vertelde zijn visie over hoe het anders zou kunnen in deze wereld en ook in de scholen. Want hij traint leiders in het onderwijs om leerlingen en scholen en leerkrachten te laten schitteren. En dat doet hij dus op vanuit de waarderende communicatie. Nou, waarderende communicatie heb ik ook van hem geleerd. Pas ik ook toe in mijn training en in mijn begeleiding met klanten. Want dat is zo krachtig. En hij vertelde zijn visie op hoe het anders zou kunnen in deze wereld. Hè, als we nou eens gaan kijken naar de talenten die je hebt en de interesses die je hebt. En als je daar meer van kan doen omdat je dat leuk vindt. Hè, nu is het systeem op school van oké, dit is wat moet. Dit is binnen de kaders. En dit zijn de vakken die je moet doen, et cetera. Nou, ik wil niet te veel afwijken, maar waar het op uitkomt is: hoe mooi zou het zijn als iedereen op een bepaald iets wat hij doet, een bepaald level kan halen in plaats van al die normeringen. Dus we zijn door zoveel systemen waarin we leven in deze maatschappij zo gewend geraakt aan die normering. En wat gebeurt er dan? Onze mind is dat zo gewend dat wij heel snel de focus hebben op tekort. Van ja, ik wil met mijn eigen bedrijf starten, maar ja, ik mis denk ik kennis en ervaring. Nou, daar begint het al mee. En daar kun je niks aan doen. Dat hoort erbij dat je dat gevoel hebt, omdat dat nou eenmaal is, omdat we geconditioneerd zijn geraakt. En daar is ook niks mis mee. Het belangrijkste is dat je de regie in eigen handen neemt en dat je bewust gaat worden van hé, wat speelt er nou? Wat zijn mijn verlangens? Wat wil ik graag? Jezelf voorop mogen durven zetten. Niet durven. Ja, mogen. Voorop durven zetten. Ik denk, is dat de logische zin? Jezelf, ja, je mag jezelf voorop zetten. Zeker, sommige vrouwen vinden dat gewoon nog heel erg lastig. Ik heb dat ook moeten leren. Dus als je dat lastig vindt, dat hoort erbij. Het mag er zijn. Heel belangrijk dat emoties er mogen zijn. Je hoeft je daar absoluut niet voor te schamen. Dus een logische gedachte kan zijn, ja, maar weet ik al genoeg? Kan ik al genoeg? Want onze kritische mind, op het moment dat jij een nieuwe stap wil zetten en jij wil jouw eigen bedrijf starten, dan gaat jouw harde stem, ik praat altijd over harde stem en zachte stem. De harde stem komt vanuit je beschermingsmechanisme, die wil je veilig houden, die wil zekerheid, die wil jou beschermen. En die neemt heel gauw de overhand. Dus die is heel hard, die is aanwezig, die is heel duidelijk, die is overheersend, die is heel sturend, die is heel dwingend. En je hebt je zachte stem. De zachte stem is de stem van jouw innerlijke wijsheid, van je intuïtie, daar waar jouw verlangens zitten, daar waar jouw wensen zitten, daar waar jouw behoeften zitten. En ja, soms ben je dat gewoon helemaal kwijtgeraakt en vind je het zelfs nog heel lastig dus om naar die zachte stem in jou te luisteren? Die fluistert van, ja, ik zou zo graag een eigen bedrijf willen. Vrijheid, werken met leuke klanten van betekenis zijn, mezelf ontwikkelen, voldoening halen, goed verdienen, mijn eigen tijd en delen. Ja, en dan komt die harde stem weer. Ja, maar heb je wel genoeg ervaring? En moet je niet een diploma daarvoor hebben? Of moet je niet eerst dit hebben gedaan op die training of wat dan ook? Dus mijn punt wat ik wil maken hiermee is dat dit een heel logisch gevolg is als je een spannende stap wil zetten in je leven. Dan beginnen die stemmen gewoon heel erg op te spelen, vooral dus die harde stem. Dus het is heel goed om je bewust te worden van de patronen waarin we gemarineerd zijn in deze maatschappij. En je bent altijd in staat om een patroon te doorbreken, om te zeggen, hé, hey,
tot hier, niet verder en nu ga ik het bepalen. Maar dat vraagt bewustwording. Dat vraagt bewust naar jezelf kijken en te analyseren wat speelt er in mij. Ja, dus ja, als ik naar mezelf kijk en mijn ondernemerschap. Ja, ik ben nu, eens kijken, 6 jaar geleden. Ja, 6 jaar geleden startte de eerste groep VA's, virtueel assistenten, die ik ben gaan trainen. Ja, in juni. Ja, 6 jaar geleden precies. En de VA Business Academy heb ik vrij snel heel succesvol opgezet. We hebben inmiddels al meer dan 500 vrouwen getraind. Nou, volgens mij zijn het er al richting de 600, maar ik ben de tel even kwijt. Ja, fantastisch. Ik vind dat zo magisch om anderen te helpen, te laten zien wat hun potentieel is. Ja, dat is ook een van mijn krachten. En dat heb ik ontdekt door Human Design. Human Design is op mijn pad gekomen. En Human Design is een populaire tool waarmee je meer zelfinzicht krijgt en zelfontwikkeling. En Human Design heeft mij gegrepen. En ik heb heel lang twijfels gehad van, is dit een tool wat voor mij kan werken en voor mijn klanten? Dus ik was een beetje afwachtend, totdat ineens ja, heel veel puzzelstukjes in elkaar vielen. En ik ga daar vast nog eens een keer iets uitgebreider op in. In mijn training heb ik Human Design ook verwerkt, omdat dat heel helpend kan zijn bij het maken van de juiste keuze in je leven, in je werk, in je ondernemerschap. En mijn zelfinzicht was van, oh, daarom zie ik zoveel. Ik val dus onder de categorie projector. En nou is iedereen uniek, want Human Design is zeker geen hokjesysteem. Maar het geeft je uitleg wie je bent. En ik zie heel veel. Ik zie heel breed en ik zie heel diep. En ik heb heel lang niet begrepen waarom anderen dus dingen niet zagen. Totdat ik Human Design, totdat Human Design mij dus vertelde. Of iemand die meer kennis erover had. Toen dacht ik, oh, zo, daarom doe ik dus wat ik doe. Dus het was echt wel voor een deel thuiskomen bij mezelf. Van, oh, dit is gewoon echt wie ik ben. En dat maakt mij dus ook anders dan anderen. Nou, dus projectors zijn heel goed in staat om voor de ander te projecteren. Te laten zien van, kijk eens, dit is er voor jou mogelijk. En dat doe ik dus ook bij mijn klanten. Dus dat is iets van wat van nature gaat. Ik ga met ze in gesprek. Ik luister, ik kijk naar ze en ik zie waar dat ze energie verliezen. Ik zie waar dat ze energie van krijgen. En door heel goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, haal ik dat naar boven wat ze zelf nog niet zien als hun toekomstige potentieel. Ja, echt, ik vind dit zo magisch en vooral Human Design heeft me alleen nog maar bevestigd welke kwaliteiten ik van mezelf nog veel meer mag gaan inzetten in deze wereld. Want dat is, waarom zijn we hier? Om onze kwaliteiten en talenten in te zetten om anderen te helpen. En zo geldt dat ook voor jou. Jij hebt fantastische talenten. Je hebt fantastische kwaliteiten die je misschien nog helemaal niet zelf niet ziet. Maar er zijn hier mensen op deze wereld die op jou zitten te wachten dat jij ze gaat helpen. Ja, zegt die harde stem in je hoofd. Ja, maar je weet het nog niet. Of je hebt nog niet genoeg ervaring. Of nou ja, weet ik veel wat die allemaal loopt te blaren. Mijn tip aan jou is, wees heel bewust en ga je heel bewust worden van die harde stem die gefocust is op tekort, op negativiteit. En die zachte stem in jou die zegt, goh, ik zou heel graag mijn eigen bedrijf willen starten. Ik zou heel graag een succesvol bedrijf willen. En dan is het de kunst om actie te nemen vanuit die zachte stem en die harde stem om te buigen, zodat die voor jou gaat werken en je niet meer belemmert. Dat je zegt, ja, het is spannend. Maar ik ga er wel voor en ik kies echt voor mezelf nu. En weet je, heel eerlijk, denk jij dat ik daar nooit last van heb? Ik heb er ook last van.
En daar wilde ik je ook nog even in meenemen. De reden waarom ik al eventjes geen podcast meer heb opgenomen was omdat ik vorig jaar zomer begonnen ben met een hele mooie training te maken. Activeer je manifestatiekracht, master de wet van aantrekking en trek succes, geld, geluk en vrijheid aan. Die training is superkrachtig in mindset en hoe je dingen manifesteert, hoe je dingen voor elkaar krijgt. Het succesvol manifesteren, succesvol iets neerzetten, iets bereiken, is een inner game. Het is een spel van binnen, want 80% van je succes komt van je mindset af. Ik zeg niet alles, ho. Ik zeg niet alles. Zeker niet. Kom ik daar nog even op terug. Maar mindset is heel, heel, heel belangrijk. Want als ik naar mezelf kijk. Nou, ik heb dus die training opgezet. Er zitten al nu mensen in die hele mooie stappen zetten. Die nieuwe banen krijgen. Die een eigen bedrijf starten. Of een bedrijf juist laten groeien waardoor er meer klanten komen. Die met hun gezondheid bezig zijn. En gisteren las ik nog een berichtje van iemand die elke dag pijn heeft in haar knie en de afgelopen dagen helemaal geen pijn meer heeft gehad. Dat is allemaal mogelijk. En dat is de kracht van gedachten, de kracht van je mind, bewust te worden. Nou, die training had ik opgezet en de VBIS Academy die draait altijd supergoed, succesvol, dus dat is heel fijn. Nou, die training kwam erbij. Heel eerlijk, een nieuwe training opzetten kost zoveel tijd en energie. En ik vind dat echt fantastisch. Ik heb inmiddels al best wel wat trainingen gemaakt. En weet je, ik ben helemaal niet getraind van oorsprong om coach of trainer te zijn. Ik heb hele andere opleidingen gedaan. En dat is nou ook weer zo mooi van dat systeem waarin we zitten. Van, dat maakt helemaal niet uit. Als jij je hart volgt, als jij gaat doen waar jij blij van wordt, dan zitten er altijd mensen op jou te wachten. En ik dacht ook toen ik startte als, of wilde starten als coach-trainer. En iemand opperde dat idee en toen dacht ik, oh, kan ik dat wel? Kan ik dat wel? Heb ik wel genoeg in huis? Heb ik wel die ervaring? Weet ik al genoeg? Oh, ik dacht, ik moet de coachopleiding doen. Nou, ik had een gesprek met iemand waar ik zo'n coachopleiding kon doen. En echt, mijn broek zakte daarna af. Want ze zei, nee, je bent geen geschikte deelnemer, want je hebt je hbo-studie niet afgerond. Oké. Die kwam binnen. En toen dacht ik, screw it, let's do it, dan doe ik het wel zonder jou. Ik heb die hele opleiding niet nodig gehad. Ik ben mijn weg gaan volgen. Ik heb andere trainingen gevolgd, maar niet specifiek echt heel dedicated voor dat stuk wat ik toen bij haar wilde leren. En ik heb het toch geleerd. Klanten zijn super blij, worden goed getraind. Dus dat is ook alleen al het bewijs. Je hoeft niet overal trainingen voor te volgen. Want het zit al in jou. Je hebt van nature al zoveel in je. En je kunt altijd nog aanvullende informatie op de een of andere manier verzamelen. En vooral, heel belangrijk, echt heel belangrijk. Je hebt kennis en je hebt toegepaste kennis. Wat is meer waard? Waar ga je meer impact door hebben? Toegepaste kennis. Je moet het gaan doen. Toen ik mijn eerste groep VA startte, 6 jaar geleden, vond ik super spannend. Maar ik ben het niet gaan leren door alleen maar trainingen te volgen, boeken te lezen, weet ik veel wat. Ik ben het gaan leren door echt mensen te helpen, kritisch naar mezelf te kijken. Wat gaat goed? Waarderende communicatie, waar ben ik trots op? Wat vinden klanten fijn? En waar liggen nog verbeterpunten? Dus de focus op wat gaat goed. Waarderende communicatie is kijken naar het beste. Wat werkt. Ja, fantastisch. Echt fantastisch. I love it. Ik ben echt helemaal fan van waarderende communicatie. Omdat het zo fijn werkt. En ook in gesprekken met anderen. Ja, creëer je zo'n veiligheid. Dat mensen gewoon zich veilig voelen. En dan, dat ze dan open gaan. En dan juist de dingen vertellen. Waar hun tekortkomingen liggen. In plaats van meteen. Als iemand iets niet goed doet, iemand afstraffen. Maar goed, dat even zijdelings. Dus
Ja, ik ben toen gestart met de VIA Business Academy en ja, daar draaide ik al vrij snel 2,5 ton mee omzet. En daarna steeg het binnen 4 jaar naar 7 ton. Echt gigantisch. En mindset was heel belangrijk, maar daarbij, wat ook echt heel erg belangrijk was, dat ik had geleerd om geen ondernemende professional te zijn. Maar ik heb heel veel over het ondernemerschap geleerd. Ik heb meer dan 100.000 euro aan training, coaching, begeleiding in de afgelopen jaren gehad. En ik leerde om een professionele ondernemer te worden. Dus we hebben twee dingen voor succesvol ondernemerschap. Dat is mindset en dat is weten hoe je op een professionele manier moet ondernemen. Die twee samen, dat is de kracht van een succesvol bedrijf. Dus zo heb ik mijn coachbedrijf heel snel opgezet, succesvol. Ik vind het echt fantastisch om die doelgroep te trainen. Ik heb toen daarna vorig jaar dus die manifestatieprogramma opgezet, wat ook echt heel krachtig is en mensen super blij mee zijn. En daarbij heb ik de afgelopen jaren ook nog een hele mooie training opgezet in het algemeen over online ondernemerschap. Zowel voor VA's, super interessant om hun klanten echt als sparringpartner te gaan helpen. Dus daar leren ze op een hoog niveau te ondernemen, zodat ze echt die A-player zijn waar ondernemers op zitten te wachten. Want daar sta ik voor, het trainen van de beste VA's in de markt. En aan de andere kant, wat echt heel leuk is, dat ik de afgelopen maanden door verschillende mensen ben gevraagd die in loondienst zijn en die hun eigen bedrijf willen starten als coach of trainer. En die zagen hoe het bij mij allemaal zo goed loopt. Ze hebben mij gevraagd van Danielle, wil jij mij helpen? Nou, wat echt wel, ja, mijn hart maakte stiekem een vreugdesprong. Maar 3 jaar geleden wilde ik eigenlijk die richting al op en die doelgroep gaan begeleiden. Maar ik had ja, het advies van Human Design, die ik nu weet en die ik toen niet wist, had ik niet gevolgd. Want ja, ik wist het niet. Dus ja, nou, dat is toen niet gelukt. Dat was ook nog tegelijk in corona. Dus dat was wel een hele lastige periode. En ja, in een van mijn podcasts heb ik daar al over verteld hoe zwaar dat voor me was. Maar ik heb daar zoveel lessen uitgehaald waarom die nieuwe onderneming niet gelukt is om die te starten. Dat als ik nu terugkijk en wat ik daarvan heb geleerd, dat ik weet dat dat nu zo ontzettend waardevol is voor coaches en trainers die een succesvol bedrijf willen opzetten. Dus ik kreeg die vraag letterlijk de afgelopen maanden en echt, in mijn hart maakte een vreugdesprongetje. Want uiteindelijk was mijn grootste wens, jaren geleden al en nog steeds, om ook ja, die doelgroep coaches en trainers. Die ondernemers, dat is een doelgroep van VA's. Hè? Dat zijn heel veel doelgroepen voor VA's, heel veel klanten voor VA's, maar één van de doelgroepen zijn coaches en trainers. Maar aan de andere kant train ik dus ook VA's om die ook samen te brengen, om krachten te bundelen. En dus de afgelopen tijd ben ik bezig geweest om dat programma op te zetten. Nou, dat staat bijna helemaal. Ja, daar komt een online programma aan en een groepsprogramma waarin je meer één op één begeleiding van mij krijgt om een succesvol bedrijf als coach, trainer of adviseur op te zetten. Nou ja, en ja, daar is de afgelopen tijd mijn focus heen gegaan. Ook het afronden van die training. Dus ja, dat is, je kunt niet alles tegelijk. En echt, ik ben zo excited. Want nu komt er voor mij ruimte om te spelen. Er komt ruimte om nog meer te doen wat ik leuk vind. Om jou nog meer te inspireren. Je grootste potentieel tot bloei te brengen. En alles wat er in jou zit aan kwaliteiten, aan talenten, dat te laten bloeien. Zodat jij daarmee van betekenis gaat zijn voor anderen. Dus ja, er gaan nog heel veel leuke dingen komen. Ik heb er super veel zin in. Ik heb heel veel ideeën. Onder andere, een van de eerste dingen die eraan komt, is een webinar hoe je continu vol klanten zit.
Zowel een webinar voor virtueel assistenten, maar ook een webinar voor startende coaches en trainers. Dus dat komt eraan. Vind je dat interessant en je staat op mijn e-maillijst, dan krijg je vanzelf een mailtje. Maar sta je nog niet op mijn maillijst en denk je van, goh, nou, dat vind ik interessant, dan kun je altijd op de website kijken. Dus aan de ene kant hebben we de website vabusinessacademy.nl voor virtueel assistenten. Aan de andere kant hebben we excellenceinbusiness.nl en dat is voor coaches en trainers die een online bedrijf willen opzetten. Ja, dus superleuk. Dat gaat er binnenkort aankomen en nog allemaal meer leuke dingen. Sowieso wil ik lekker het podcast er weer op gaan pakken en je daarmee weer blijven inspireren. En heb je nog iets waarvan je denkt, goh Daniël, ik zou wel tof vinden als je daar eens wat over vertelt, dan laat het mij gerust weten. Dan kan ik het meenemen in de podcast. Ik vind het fantastisch om berichtjes te krijgen. Dus schroom niet om mij een mailtje te sturen of een berichtje via social media. Als je deze podcast leuk vond, dan vind ik het ook heel tof als je deze podcastshow wil waarderen. Dat kun je doen door sterren te geven. Daarmee kunnen we ook weer anderen inspireren. Ja, want een succesvol bedrijf opzetten, om continu vol klanten te raken, dat is door iedereen te leren. Ja, ik ben daar ook wel het bewijs van. Ik had geen ondernemersfamilie, geen ondernemersachtergrond. Ik had geen kennis van marketing of sales. En toch is het mij gelukt om succesvol te worden als ondernemer. Dus laat jezelf nooit klein maken door je mind die zegt dat je iets niet zou kunnen. Maar ga luisteren naar die zachte stem. Volg je hart, volg je gevoel, volg je onderbuik. Dat is voor iedereen ook weer anders waar dat je dat voelt. Maar volg die zachte stem waar jouw verlangens zitten, waar jouw wensen zitten, jouw behoeften zitten. En zeg nou eens een keer ja tegen jezelf om er vol voor te gaan. Ja, want de kunst van succesvol worden is het zetten van kleine stappen. En vaak wil onze mind grote stappen en meteen heel succesvol worden. Maar zo werkt dat niet. Te grote stappen zetten is, als ik kijk naar mijn ervaring. Als ik kijk naar de successen die ik heb bereikt, dan heb ik daarin nooit rigoureuze grote stappen ingezet. Maar stap voor stap. Ja, en dan kom je echt heel erg ver. Dus, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wens jou een hele mooie dag, avond of nacht. Net wanneer dat je dit luistert. En tot de volgende keer.